Hallo, wij gaan het vandaag hebben over doorvraagtechnieken. Doorvraagtechnieken worden gebruikt in de klas, in een klasgesprek. Kan ook voor een interview gebruikt worden of elkaar beter te leren kennen. De makkelijkste manier om door te vragen is via de vraag waarom. Maar in het volgende filmpje gaan we zien waarom de vraag waarom soms tot problemen kan leiden. We gaan vandaag elkaar een beetje beter leren kennen en dat ga ik doen door u een paar vragen te stellen. En als eerste, wat is juist jouw droomje? Leerkracht. Ja. En waarom met leerkracht? Omdat ik graag de vriendschap en de liefde van de kindjes wil krijgen. En waarom wil je juist die liefde krijgen van de kinderen? Omdat ik geen vrienden heb, nee. Oei, waarom? Ik ben nogal ambetant. Waarom zei jij zo ambetant dan? Omdat ik te veel zaag. En waarom zaag je dan zoveel? Ambetante vraag. We hebben nu een filmpje gezien waarin de vraag waarom werd gebruikt om door te vragen. We hebben daarbij gemerkt dat het herhaaldelijk gebruik van waarom irritatie opwekt. In het volgende filmpje gaan we een aantal alternatieve vraagstellingen bekijken, waardoor we toch nog meer te weten kunnen komen over onze antwoord. Griet, wat is jouw droomtje? Goh, Céline, leerkracht worden. Hè. Goh, ja, leerkracht, wat is de reden daarvoor? Ah, wel, die liefde van die kindjes. Hè. Dat je dat zo kunt voelen, hè, die liefde van die kindjes. Waarvoor heb je die liefde nodig? Ik heb geen vrienden. Oké, stop. We hebben hier nu te maken met een absolute uitspraak, een alles of niets uitspraak. Hier is het interessant om naar een tegenvoorbeeld te vragen. Griet, heb je absoluut geen vrienden? Ja. Ik heb één goede vriend, echt waar. En eigenlijk, ja, ik heb ook wel wat vriendinnen hoor. Ja. Ik zie ze wel weinig hoor. Ja, ik heb wel eigenlijk. Nu dat je het zegt, eigenlijk heb ik wel een hele goede vriend. Griet, je zei daarnet iets over zagen. Ja, ik zaag veel, dus ik ben een ambetante. Hier krijgen we te maken met een uitspraak die een oorzaak-gevolgrelatie uitdrukt, maar waar het niet duidelijk is hoe de oorzaak tot het gevolg leidt. In dit geval is het interessant om die oorzakelijke relatie verder te gaan bevragen. Griet, dus iedereen die zaagt is een ambetante? Nee, dat is niet waar. Eigenlijk vind ik dat niet. Nee. Misschien is... Denk ik dat het ambetant is voor anderen. Dat kan wel zijn. Dat kan zijn dat ik misschien wat een laag zelfbeeld heb en daardoor denk dat ik... niet goed overkomen en te veel zaag. Of misschien vind ik alleen van mezelf dat ik zaag. En hopelijk vinden de leerlingen dat niet. Hè? Dat misschien. Ik hoop dat niet. Ah, wel, we zullen hopen. Ja, in dit filmpje, het laatste filmpje, hebben we nu gezien dat het alternatieve voor de waarom-vraag een heel ander gesprek naar voren brengt. Dat we ook andere dingen te weten komen en dat er voor de persoon die geïnterviewd wordt veel aangenamer is.